Ah, ik ben bang. Ik ben echt bang. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het rot weer buiten. En als jullie deze vlog zien, is het kerst. Dat is echt bizar. Over 3 dagen is het gewoon kerst. Wat de hel? Oké, nou ja, goed. Ik ben al even een kop thee aan het zetten. We hebben net al ontbeten. We zijn allemaal even wakker. En Milan heeft een eitje gebakken. En ik ga nu lekker banaan eten met wat honing. En ik moet nog een kerstcadeautje halen. Maar ik denk dat ik morgen vrij vroeg wel richting Nijmegen toe ga. En dat ik dan direct de stad in duik om een kerstcadeautje te halen voor zowel papa als voor mama. Maar ja, dat ga ik gewoon doen. En wat we vandaag gaan doen. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat ik een artikel ga schrijven en wat ideeën ga uitwerken. Ik ga nou eerst heel even ontbijten. Nou ja, lunchen. Zeg maar tussen lunch en ontbijt in. Ik ben heel even naar de supermarkt geweest en Milan en Don die zijn naar een kerstborrel bij de buren. Dus die zijn niet thuis. En die komen geloof ik ook echt pas over 1,5 uur thuis weer. Dus die gaan daar ook eten. Nou ja, is prima. En ik wou Milan verrassen. En we waren natuurlijk afgelopen zaterdag waren we bij Enzo en Bede. Ik zet jullie over neer. Afgelopen zaterdag waren we bij Enzo en Bede. En toen had hij allemaal leuke hapjes gemaakt. En als toetje had ze in een glaasje had ze een soort van monchou hapje gemaakt. Dus ik heb dat heel veel opgezocht. En ik denk, want Milan heeft dat toen namelijk niet geproefd. En hij moet dat echt proeven, want dat is echt super yummy. Dus ik had zoiets van, ja weet je, hij is nou toch naar de kerstborrel. Dan ga ik dat wel als verrassing voor hem maken. Dus ik ben even naar de supermarkt geweest om dat te halen. En verder heb ik ook nog warme chocomel gehaald met slagroom. Omdat ik zoiets heb van, ja, we hebben vanavond heel veel nog een knusavondje met z'n tweeën. We wouden eigenlijk samen uit eten, maar dat is er niet meer van gekomen. Ook omdat Milan dus nou naar de kerstborrel is. Nou, we hebben in ieder geval een heel leuk plan voor met oud en nieuw. We gaan dan samen gourmetten en Milan regelt het gourmetstel en ik regel alles eromheen. En dat gaan we dan bij mij doen, dus volgende week. Ik ga nu gewoon zometeen denk ik goede tijden terugkijken. Ik ga in ieder geval dat hapje maken. Ik zal wel even laten zien hoe ik dat doe. Het is ook de eerste keer dat ik het op die manier maak, want ik maak wel vaak een monchouter, maar ik heb nog nooit dit hapje gemaakt, zeg maar. Maar dat ga ik jullie laten zien en wat je daarvoor nodig hebt. En gaan we eerst maar eens mijn jas uitdoen. Het regent. Bleh. Nou, het eerste wat je nodig hebt is natuurlijk een schone keuken. Ik heb net even de afwas in en uit geruimd. Nu ga ik wel even afwassen en de keuken schoonmaken, want dit ziet er echt niet uit. Ik zal jullie heel veel voor en na laten zien. Dit is voor. Kijk even hoe vies. Nou goed, die pannen ga ik niet afwassen, maar hier ga ik wel even schoonmaken. Oké, let's go. Met het resultaat nog gewezen. En dit is na. Het ziet er een stuk beter uit, dacht ik zo. En nu ga ik beginnen met de monchouhapjes. Toetje inmiddels gemaakt en dit is het uiteindelijke resultaat. Ik zal een linkje plaatsen op mijn blog naar het recept van dit. Het is in ieder geval heel simpel, even kort door de bocht. Je koopt pastoonjekoeken, je smelt boter in een pannetje, dan ga je dat mengen met pastoonjekoeken. Dan ga je geklopte slagroom mengen met monchou en suiker en je maakt wat aardbeidjes erop. Het kost ongeveer 1,5 uurtje tijd en je moet het daarna nog 1 uur laten opstijven in de koelkast. Ik ga het nu in de koelkast zetten en ik heb net natuurlijk de hele keuken schoongemaakt. En nu staat dit er weer. Dus dat ga ik heel snel opruimen. Zodat het wel echt spik en span is als Milan straks thuis komt. Dan heb ik bij wijze van spreken 2 verrassingen voor hem. Dat de hele keuken schoon is en dat hij een lekker toetje heeft. Dus dat ga ik heel veel doen. En dan ga ik goede tijden terugkijken. Ja. Ik ga Milan trouwens ook niks vertellen over het feit dat ik de keuken heb schoongemaakt. Want ja, dat effect is leuk als hij dan die keuken komt en echt zoiets heeft van... Holy shit, wat is hier gebeurd? En Milan weet vanzelfsprekend natuurlijk wel dat ik dat ben.
Althans, dat hoop ik. Maar ja, ik ga hem in ieder geval niks vertellen. Ook over dat recept. Ja, het moet sowieso nog een uur opstijven in de koelkast. En het is nu 7:30. Een kerstborrel duurt, als het goed is, tot 8:00. Dus dan zijn ze daar nog een 30 minuten. Ja, we zien het wel, weet je. Maakt ook niet zo heel veel uit. Hij vindt het toch wel leuk. En ik kan ook nog straks warme chocomel met slagroom gaan maken. Ik heb zelf nog helemaal geen honger trouwens. Want Milan die is nou lekker aan het eten dan bij die kerstborrel. En eigenlijk zou ik nu ook eten moeten maken voor mezelf. Maar ik heb gewoon echt nul honger. Misschien dat ik straks nog wel honger krijg. En ik heb een kant-en-klaar maaltijd. Dus dat is zo klaar. En dan ga ik tegen die tijd nog wel eten of zo. Ik zie het wel. Dus. Ik ben wel even omgekleed. Want ik wil jullie graag wel even wat laten zien. Ik heb namelijk een DHD onesie aan. Op mijn been staat al een heel groot dagelijks HD. En het is echt zo'n heerlijk zwarte onesie. Ik vind hem echt super lekker. En hij heeft zeg maar dezelfde zachte stof als die truien hebben. Volgens mij is dit maar één exemplaar en komen er dus geen D&D onesies. Maar ik vind hem echt super lekker. Dus ik hoop stiekem een beetje dat ik hem mag houden. Want ik zie Milan niet zo heel snel in een onesie kruipen eigenlijk. En voor mij is dat echt mijn favoriete pak. Helemaal voor 's avonds of als je de deur niet meer uit hoeft. En ik hoef verder de deur niet meer uit, want ik ga morgen naar huis. Dit is wel prima. Ik hoop dat Milan het oké vindt dat ik hem heb aangetrokken. Maar volgens mij wel. Ik heb heel vaak kleding aan van Milan namelijk. Ik ben nog zo weer best wel laat. Het is geloof ik echt van 10:30 of zo. En ik ga nu pas avond eten. Oh, dat komt omdat ik net in slaap was gevallen. Ik was echt in één keer heel erg moe. Ja, ga ik nu avond eten. Ik ga boerenkool eten. Ik heb zo'n kant-en-klaar maaltijd. Maar daarnaast ga ik wel gewoon spekjes bakken. Die ik door de boerenkool heen ga doen. En mijn eigen zuur maken. Zodat het dan toch nog wel een beetje aangenaam is. Ik ben niet echt heel groot fan van kant-en-klaar maaltijden. Maar dit is wel heel erg lekker. Dus dat ga ik nu eten. Gaan we lekker spekjes staan bakken. Milan? Ja. Heb je geen melksnor? Hoe kan dat? Kwam door de... Warme chocomel met slagroom. Hahaha, Oh! Ah, nee! Echt niet! Ik heb warme chocomel met slagroom gemaakt en Milan is inmiddels weer thuis van de kerstborrel. En ik ben er ondertussen warme chocomel met slagroom aan het drinken. En video's aan het kijken en Milan gaat zo editen. Leef gaat door, hè, Milan. Heb je nog verrassing voor je? Oh, kutje! Lekker ding. Ik heb Milan die gaat soms in de video opnemen en ik heb wat concealer bij hem opgedaan. Ja, zo zie je niet zo goed, maar het is best wel een verschil. Maar ik ga het nu bij donders ook doen. Dus ik denk dat moet heel veel beeld worden vastgelegd. Sowieso. Je moet je kijken, dit gaat zo direct allemaal weg, hè? Ah, ik ben bang. Ik ben echt kijk. Moet ik straks dan ook van die make-up doekjes gebruiken? Kijk, dat is toch prachtig? Welkom bij een nieuwe vlog. Er wordt hier dubbel gevlogd. Hier zitten ineens twee kamers. Oké, ga je dan. Oh, dat is wel lekker kwastie, hoor. The fuck? Ik vind het eng, man. Dit is toch eng? En we hebben altijd wallen, dus het is echt ineens... Nee, nee, kijk hoe eng ik ben. Ik ben net als jij. Ja, ik ben eng. Ik weet niet, man. Ik bedoel, op camera zie je het niet zo goed. Ik vind het eng. Het lijkt net alsof mijn ogen zo klein zijn geworden. Ze hebben altijd zo'n donkere kring onder mijn ogen, dus nu ineens niet meer. Ja, ik... Ja. Misschien kijk ik Milan nog wel van het licht. Hoi. Prachtig, hoor. Ik ben gewoon wakker. Ja, alsof hij gewoon vet goed geslapen heeft een keer. Heel vreemd. Zo, het is inmiddels tijd om naar bed toe te gaan, dus wij gaan lekker slapen. En mag ik even bij? Ik hoor veel op je livestream. Nou, dat is een schattige manier om deze vlog af te sluiten. Heel erg bedankt voor het kijken, wat rusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! We gaan deel 2 beginnen, Don. Ja. Nou, ze hebben tegenstanders van elkaar en net waren we een team.